Goedemorgen allemaal, welkom. Ik ben even mijn live aan het opzoeken en ik ga hem even delen. Degene die al meekijken, als die hem ook zouden willen delen, dat zou ik heel erg lief vinden. Vooral de mensen, sommige mensen die kunnen gewoon de live wat moeilijker vinden. En dan is het wel fijn als wij het zoveel mogelijk delen, want dan... wordt het gewoon zichtbaarder op de tijdlijnen van mensen. Zo. Zo, goedemorgen. Ik zie ook weer leuk bekende namen. Karien, gezellig dat je meekijkt. Nou, net was Jolanda er al met een tikkie, hè, met allemaal leuke dingen die ze heeft laten zien. Dat zijn er toch weer toffe kaartjes gemaakt, hè, de laatste tijd. Hey Beta, gezellig. Nou, ik wacht heel even tot dat mensen ons gevonden hebben. Want ik zit natuurlijk vlak achter Jolanda met de tikkie. Dus mensen willen misschien toch even een kopje thee of koffie pakken voor de volgende live. Zo, nou, Jolanda heeft een leuke... Ik ga dit vast laten zien voordat ik de Henry uit ga leggen. Dan hebben denk ik de meeste mensen ons wel gevonden. Jolanda heeft een heel leuk pakket gemaakt voorbij het de doosje Henry. En er was eens Henry. Nou, hoe mooi kan het zijn? Henry met zijn eigen pakketje. Zoals jullie zien zijn mijn bloemenblistertjes op. Ik had er echt nog precies 4. Ik schoot gisteren helemaal in de stress, want ik dacht dat ik er nog maar 3 had. En toen zaten de 2 zo op elkaar geplakt. Dat die, nou ja, dat pas toen het op de grond viel, viel dus van elkaar af. Oh, dat is vervelend, Karen, Angela. Maar dat, als je me even opnieuw opstart, dan komt dat denk ik wel goed. Even die lamp ietsje naar achteren zetten. Zo. Nou, in het pakket zit natuurlijk als eerste de Box Art Henry. Dit is het doosje. Ik heb hem ook helemaal niet voorgewerkt. Ik heb alleen even het decempapier op maat gesneden. Maar de rest gaan we gewoon in de live doen. Zodat jullie gewoon kunnen zien hoe je het doosje tekent en ook knipt. En snijdt en rilt. Dat zit erin. Dan zitten deze leuke stans in van Studio Light, de bloem. Nou, je ziet hij is al zo vaak gebruikt dat het niet eens meer blijft... plakken aan het tapeje. En dan zit er een setje blisters in. Ook in de vorm van de bloem. En dan zit daarbij dat hele leuke setje decempapier. Ladybugs van Dutch Doobadoo. Het slimline setje. Ga ik heel even gauw met jullie doorheen. Er zitten 12 velletjes papier in. En 2 stansvellen. Dus het is een donkerblauw met een wit ruitje. Aan de achterkant een heel leuk all-over printje met lieve heersbeestje.
een dotje. En de achterkant ook weer een all-over print met lieve eerstbeestjes. Maar dan ook nog met leuke blaadjes erbij. Nou, dit is dus het laatste gedeelte. Een rood met wit ruitje. En aan de andere kant zat dan een wit met een rood dotje. Er zit hier ook een heel leuk achtergrondje in met wolkjes. Het is heel leuk om dus als achtergrond te gebruiken voor op je kaartjes. Als je een tafereeltje wil maken. En een geel-wit ruitje. Het bloemetje. Met een rood en donkerblauw dotje. Het is geen zwart, het is echt donkerblauw. En deze nog weer een leuke dot. En aan de achterkant ook weer een all-over printje met lieve heersbeestjes die op een blad zitten. En die een kusje of een hartje blazen. En er zitten er twee velletjes met stansplaatjes in. Bij mij zijn ze niet gestanst, zoals jullie kunnen zien. Want dit is een monstersetje, zeg maar een zampelsetje. En daar is dus iets misgegaan. Dus ik heb mijn plaatjes zelf uitgeknipt deze keer. Maar goed, dat geeft niks. Komt helemaal goed. Maar bij jullie zijn ze gewoon uitgestanst. Dus dit is wat er in onze pakket Er Was Eens Henry zit. Nou, en Henry kost volgens mij, ik durf het niet meer met zekerheid te zeggen. Maar dat is het voordeel dat de laptop voor je snuffert staat. Henry is €22,99. En hij is normaal, als je alle producten loskoopt, ben je €26,99 kwijt. Koop je de 4 producten samen, dan is het €22,99. Maar uiteraard kan je alles ook los bestellen. Dus, nou, dit leg ik opzij, want dat heb ik dan natuurlijk niet meer nodig. Goedemorgen, Sjane. Wat leuk dat je meekijkt. Ja, ik heb natuurlijk niet het voorbeeld, hè, want het voorbeeld dat staat bij Jolanda in de winkel. Dus ik kan jullie niet laten zien wat het gaat worden. Maar Jolanda heeft het natuurlijk nu al zo vaak in de tikkies laten zien. Dus ik denk dat dat voor de meeste mensen wel bekend is hoe die er gaat uitzien. Nou, je hebt wel een vel 30,5 bij 30,5 nodig. Het kan, deze mal kan niet uit een A4 malletje helaas. Ik heb die glasplaat van Craft Emotions. Dus ik ga mijn mal goed vastleggen. En dan heb ik gelukkig extra magneten. Kijk, zo. Dus vaster dan dit kan hij niet. Goedemorgen Anneke. Hey Bab, zijn nu alles zichtbaar? Nou, fijn. Zo. Nou, zorg dat je mal dus echt goed vast ligt. Want je hebt zoveel lijntjes over te tekenen. Dat als je hem met twee magneetjes vastlegt, dan gaat het echt niet lukken. Nou, ik begin met de buitenkant over te tekenen. Ik ben zelf iemand die ook altijd dan nog mijn mal vasthoudt. Ik vind dat zelf fijner werken, maar dat is natuurlijk weer persoonlijk. Als ik hem zeg maar gewoon zo vasthoud langs de plekken waar ik teken, dan kan mijn potlood niet onder de mal schieten. En ik zet mijn potlood ook eigenlijk altijd van de mal af. Dus niet naar de mal toe. Als je hem naar de mal toe zet, zo, dan is de kans ook nog wel weer groter dat je potloodpuntje onder je mal schiet. En dan klopt hij natuurlijk niet meer. Nou, dit is het belangrijkste gedeelte, dus de omtrek van je mal. Dan zie je natuurlijk ook nog allemaal extra lijntjes. Nou, de lijn die je hier ziet, even kijken, dit lijntje wat je hier ziet, dit lijntje is voor je decempapier. Die teken ik niet over.
Dit is een rillijn. Daar zet ik gewoon twee streepjes neer. Dit hier zijn ook rillijnen. Dan zet ik ook eigenlijk gewoon even streepjes neer. Want ik ga straks mijn slijrilapparaat pakken. Want dat vind ik makkelijker. Dat is hier ook. Dus vanaf je buitenkant naar de binnenkant van het doosje toe. De eerste lijn is een rillijn. Dat geldt dus voor deze kant, zeg maar. Dat is de onderkant van je doosje. En dat geldt dan voor de bovenkant van je doosje. Bij deze stukken wel, hè, bij het eerste stuk en het derde stuk wel. Het vierde stuk heeft geen rillijn. En bij het stuk van het dekseltje, daar heb je natuurlijk meerdere rillijnen. En dan is het je middenlijn die hier zit. Dit is je lijn van je dessinpapier, deze ook. En dit is je rillijn. Hier hebben we precies hetzelfde. Dan hebben we ook weer drie lijntjes lopen. De middelste is je rillijn. Dus op de middelste zet ik aan het begin en het eind een streepje. Dit is je plakstrook. Dus de eerste lijn na je plakstrook, dat is je rillijn. En de tweede, dat is weer dessinpapier. Dus alles wat hier aan de binnenste lijn is, dat is de maat van je dessinpapier. Ik zelf doe het vaak het liefst, als het met rechte stukken is, meet ik het liever op. Want als mijn doosje klaar is, dan meet ik gewoon op hoe groot het oppervlakte is. En dat doe ik dan min 4 of min 5 mm. Dan dat ik het helemaal overteken, want dat vind ik zelf dan makkelijker gaan. Het kan dus in dit geval wel, dus dat heb ik ook in dit geval gedaan. Nou, nu heb ik als het goed is alles overgetekend. Even checken. Nou, volgens mij mis ik nergens een lijntje of een dingetje. Nee, we kunnen mijn magneetjes eraf. Ik zat volgens mij heel even met mijn hoofd in beeld. Kijk, dan heb je dus nu dit. En het zijn een hele hoop lijntjes en streepjes. Dat begrijp ik. Mariska, dat zou je heel eventjes moeten vragen. Dat durf ik niet met 100% zeker te zeggen. Of bel even naar de winkel. Of vraag het even onder de tikkie van vanmorgen. Want volgens mij staat die nog gewoon open. En vraag daar even onder of de magneetjes los te koop zijn. Ik dacht het wel, maar ik weet het niet 100% zeker. Ja, dat is wel prettiger, hè, Angela. Want dan weet je gewoon zeker dat je niet onder je mal schiet. Is het voor zover duidelijk? Want dan ga ik knippen. Ja? Goed. Nou, dan gaan we hem rondom uitknippen. En dit is natuurlijk een gigantisch vel papier. Laten we nou eerlijk zijn. Ik vind het zelf altijd heel lastig knippen, die grote vellen papier. Dus ik doe het vaak op deze manier, dat ik het gewoon even naar binnen knip. En zo, kijk, dat doe ik dan met deze ook. Die knip ik gewoon lekker even naar binnen toe.
Normaal knip ik natuurlijk altijd zeg maar een beetje ruim eromheen. Maar ja, het is er al ruim omheen, hè, zeg maar, bij deze mouw. Dus je hoeft er niet echt nog ruimer omheen te tekenen of knippen. Nou, kan deze eraf. Zo, nou dan heb ik één kant. Deze die kunnen we mooi rondknippen. Dat is wel fijn, hè, dat het rond wegloopt. Dus je knipt eerst echt gewoon de buitenkant helemaal rondom uit. Dan moet ik naar deze kant. Nou, die ga ik gewoon eventjes zo doen. Soms moeten je handen echt in een hele rare draai om een bochtje te kunnen knippen in je papier. Zo. Nou, we zijn er bijna. Je moet er echt wel even voor gaan zitten, hoor, als je dit doosje wil gaan maken. Het is niet zo dat je hem even denkt van, nou, ik zet even gauw een doosje in elkaar. Het is wel iets meer werk. Voor me. Ik vond het iets meer werk als dat ik had verwacht, zeg maar. Maar ja, nou maak ik er natuurlijk ook zelf meer werk van, omdat ik er natuurlijk ook nog eens shakers in maak, hè. Good morning, Carol. Nice to see you. Ja, echt waar, Hella. Dat X-cut schaartje is echt fantastisch. Daar knip je heel erg lekker mee. Ligt lekker in de hand. Ja, Karin, dat kan, maar in dit geval vond ik het zo ook oké. Okay. Oh, Annette, ja, het gaat een doosje Henry worden met blister. Dat is het doosje wat Jolande al meerdere keren in de live heeft laten zien. En het doosje staat in de winkel, dus ik kan je hem niet laten zien hoe die gaat worden. Nou,
zorg als je gaat rillen op je snijrillapparaat, dat je mesje dus echt gewoon helemaal aan de andere kant van je apparaat ligt. Want anders gaat het niet goed komen. Ik zorg er nu voor. En ik heb net al die streepjes heb ik getekend, hè. Dat zijn mijn rillijnen. Dus ik ga ervoor zorgen dat mijn streepjes precies in het geultje van mijn snijrilapparaat liggen. Dus ik moet eventjes een beetje schuiven hier en daar. En dan kan ik hem rillen. Goed een paar keer eroverheen. Nou, dat doen we ook bij deze. Hè. Dat is het dekseltje. En dan heb ik natuurlijk hier nog eentje over dwars. En dan heb ik natuurlijk nog een paar de andere kant op. Nou, al mijn streepjes lopen mooi door. En ik neem dat eigenlijk, daarom doe ik ook de streepjes en hou ik dat geultje eigenlijk als leidraad. Omdat ik natuurlijk geen rechte onderkant meer heb. En normaal heb je natuurlijk wel een rechte onderkant, maar die mis ik nu omdat ik natuurlijk alles uitgeknipt heb. Dus dan pak ik mijn streepjes als leidraad. Daarom heb ik ook echt die streepjes erop gezet. Je kan het ook met een rilpen doen, maar ik vind dit dan, dit zijn van die mooie rechte stukken. Dus ik kan eigenlijk ook heel goed met het snijrilapparaat. Kijk, dan heb ik mooie diepe lijnen die gewoon echt goed doorgerild zijn. Want dat is echt bij een doosje echt wel heel belangrijk dat je rillijnen, je vouwlijnen echt goed, goed doorgerild zijn. Nou, dan ga ik eventjes mijn potlood... Oh jee, nou ja. Die moeten we zo meteen maar even plakken. Kijk, ik heb een klein scheurtje erin. Maar dat is niet zo essentieel. Er komt nog decempapier overheen. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik was iets te wild met... Dan zit er ook deze in met dat bochtje. Ik moet eerlijk zeggen, dat is die in de deksel zit, die moet je dan inknippen. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gebruikt, zeg maar. Ik vond het eigenlijk, ja, als het ware, zag ik er het nut niet van in. Maar goed, het zal een functie hebben hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ja, Birgit, het is echt heel fijn hoor. Dat kan ook, Wendy. Dat is net wat je zelf fijn vindt. Ik doe het altijd liever op deze manier. Ik ga nu even al mijn vouwlijnen, al mijn rillijnen goed doorrillen. Als je het eerste rilt en dan pas... knipt en je hebt je papier net even iets, je mal iets schuin op je rillijnen, op je papier gelegd. Dan vind ik het zelf wat moeilijk zichtbaar om op bij mijn lijntjes te komen. Ja, dus die streepjes, zeg maar. Maar het is gewoon je eigen dingen. Kijk. Deze, die passen straks in elkaar. Wat je doet is deze. En dan gaat die erin. Zo, dus je vouwt hem. Je hoeft in principe de bodem niet vast te plakken, want hij blijft zitten. Maar je kan hem wel vastplakken. Dat is net wat je zelf fijn vindt. Dit is de plakstrook die we straks gaan gebruiken. Maar we gaan er natuurlijk shakertjes in maken. En nou, zoals jullie weten is dat doosje natuurlijk best wel breed. Dus ik ga ze er dubbel in maken. Ik ga hem alvast met decempapier beplakken. En heb ik het ruitje voor. Het gele en het rode ruitje. En dat doe ik dan om en om en om. Zo. En dan stans ik
de blister, de shaker, eigenlijk de bloemstans eruit met designpapier en cardstock tegelijk. Want anders dan lukt het niet. En je kan ook zeggen van nou, ik doe eerst de cardstock en dan het designpapier. Maar dan is het toch wel wat moeilijker om het tegelijk te krijgen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon tegelijk. Ik plak zeg maar... ja, ik ga wel. Ja, wacht even hoor. Ik ga eerst even plakken. Dan heb je natuurlijk wel dik papier ertussen. Dus je machine moet wel eventjes doorwerken. Hard aanpoten. Zo, dat is het gele ruitje. Nee, Ina, vooral niet als je kijkt, heb je gewoon een cirkel of een rechthoek of een vierkant. Dan lukt het nog wel, maar met die bloemen en die harten. Ja, en nu is het natuurlijk best wel veel, want ja, ik moet hem ook nog eens dubbel vouwen. Terwijl ik hem eronder leg. Dus het is best wel veel papier wat er doorheen gaat. Dus ik moet hem er ook twee keer doorheen halen om hem goed te laten pakken. Zo, nou dan is dit de gele. Kijk, het maakt niet zo uit hè, of je begint met rood of begint met geel of eindigt. Als je het maar om en om doet. Je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om alles hetzelfde te doen. Of vier verschillende te doen, dat kan ook. Maar ik vond het anders zo druk worden, ook met de blisters erbij. Dus met de shakers erbij. Dus ik dacht, nee, ik ga het op die manier doen. Nou, dan... hebben natuurlijk, de bloem heeft ook nog leuk schutmateriaal erbij in kleine bloemetjes. Kijk, dat heb ik ook nog al uitgestanst om er lekker doorheen te doen. Dat heb ik in het geel en het rood gedaan. Dus die komen er straks ook bij. Dit is voor mijn dekseltje. Daar heb ik het bloemenprintje gedaan. Nou, die doe ik zo meteen opplakken. En ik heb ook de cirkeltjes alvast uit. Dus zeg maar de omleidingen zeg maar alvast uitgestanst. En dan doe ik de gele op de rode en de rode op de gele. Nou, deze kunnen terug. Die heb ik natuurlijk nu niet nodig. En straks ben ik ze weer kwijt. Dus ik heb nu alleen de kleine bloem nodig. Ik heb echt wat dingen volgewerkt. Omdat ik jullie echt gewoon dit wilde laten zien. Hoe je echt die blisters in het doosje maakt. En hoe je het doosje in elkaar zet. Dus het leek mij makkelijker om... beter om dan gewoon daar meer de aandacht op te leggen. Nee, ik heb geen A4 machine. En als een A4 machine, dan past die ook niet helemaal zo er doorheen. Hè? Want dan, dit is zeg maar groter als A4. Dus dan moet je hem ook dubbel vouwen. Dus in dit geval maakt het niet zo uit of je een A4 of een A5 hebt. Want je hebt eigenlijk... dit kan ook niet, want je kan, als je dit legt, heb je hem volgens mij nog te... Kijk, als je dit eronder zou leggen, want hier komen de blisters aan de bovenkant, dan is hij nog te breed voor je A4 machine. Dus ik denk dat het in dit geval niet zo heel veel uitmaakt of je A4 of A5 hebt. Nee hoor, Beta, ik heb gewoon een A5. Dus je hebt geen A4 nodig. Want anders had ik het ook niet kunnen maken. Nou, dan ga ik even uitmeten waar ik... op welke hoogte ik mijn bloem wil hebben. Want die wil ik natuurlijk wel op een... Kijk, ik zorg ervoor dat zeg maar twee bloemblaadjes
aan de zijkanten liggen, want dan heb ik de meeste ruimte op de breedte van het doosje. Als je hem zo doet, dan zie je, heb je net even iets minder ruimte over de breedte van het doosje. Dus doe hem op deze manier. En dan kijk ik even van, goh, wat, op welke afstand wil ik hem van boven? Ook dat mijn sierrandje straks niet zeg maar tegen mijn dekseltje aankomt. Dus ik ga vanaf de rillijn op 7,5 centimeter even een streepje zetten. En dat doe ik aan hoef ik maar bij twee dingen te doen. Dan zorg ik dat die bloem, zeg maar, op die 7,5 centimeter zit. Ga ietsje opzij. Dus pak hem op 7,5 centimeter. En dat je bloem, zeg maar, het blad van je bloem, dus die bolling ongeveer op dat streepje zit. Dan pak je de mallettape. Het mallettape van Studio Light is echt heel fijn. Ook al haal je het door je stansmachine heen, dan kan je het even goed nog heel makkelijk van je papier afhalen. Maar voor de zekerheid plak ik het altijd naar binnen toe. Kijk, die bloem stans ik eruit. Deze bloem stans ik eruit. Dus deze bloem, dit vervalt. Dus beschadigt dit de zendpapier, is het niet erg. Want het vervalt toch. Snap je? Dus het is geen probleem. Maar leg ik hem naar buiten toe en ik ga hem eraf halen en beschadig met de zendpapier, dan is natuurlijk mijn hele toestand beschadigd. Ik kwam er dus achter dat ik dacht dat ik nog een hele nieuwe set groene platen had. Maar dat was dus niet zo. Dus die moet ik even bestellen. Ik heb een Gemini en ik gebruik dan de groene platen erbij. Want die trekken niet krom. Dan leg ik hem niet helemaal naar boven toe. Maar een beetje in het midden van mijn snijmachine. Zodat ik wel een druk heb, zeg maar. De andere erop. En dan haal ik hem er doorheen. Nee, dat klopt, Angela. Dat zijn wel dingen waar je, waar je niet altijd over nadenkt. Dat snap ik. Ik haal hem er nog een keer doorheen. Sandy, ik vind... Sandy neem ik aan. Mijn schoonzusje heet ook zo. Ik vind de Gemini heel fijn, omdat ik niet zo heel veel kracht heb in mijn handen. Even kijken dat hij hem goed doorstanst. Nou, hij zet hem er nog niet. Kijk, helemaal goed in. Dus ik ga nog één keer hem even er doorheen doen. En anders dan pak ik mijn vingermesje en dan snij ik gewoon even dat stukje decempapier los. Ja, dan is echt deze elektrische van Gemini. Of ja, er zijn ook andere merken hoor, die een elektrische hebben. Ik heb dan toevallig de Gemini. Kijk, je ziet dat deze niet helemaal doordrukt. Maar dat komt gewoon omdat het heel veel papier is. Dus wat ga ik zo meteen doen? Ik heb mijn vingermesje al gepakt. Ik ga eerst die andere ook uitstansen. En dan ga ik zo meteen met mijn vingermesje volg ik eigenlijk de lijn van mijn bloem. Om het decempapier er ook uit te krijgen. Maar dan gaan we eerst even die andere kant ook doen. Want dat is makkelijker. Dan kan ik dat bij twee doen. Bruine matje. Welk bruine matje? Oh, dat is een stukje kaartstok die ik ertussen heb gelegd. Soms is de druk wat minder. Dus ik heb tussen twee platen een stukje kaartstok gelegd. Zodat ik iets meer druk heb.
Maar mijn machine is al wat ouder, dus hij geeft minder druk. Dus ik heb gewoon een stukje Bellalulu kaartstok tussen de doorzichtige en de groene plaat gelegd. Ja, dan heb ik iets meer druk op mijn mallen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje machine afhankelijk, maar heel veel machines die pakken dat wel gewoon hoor, die vier. En nu is dit wel natuurlijk het Bellalulu kaartstok van 250 grams. En als je natuurlijk het 220 grams of 216 grams van Fase van Florence zou nemen, dat is natuurlijk iets dunner, dus dat zou wel beter gaan dan in dat geval. Even kijken, wel goed vastplakken. Ja, dus dan ga ik met deze weer exact hetzelfde doen. En dan ga ik zo meteen die bloem eruit stansen. Dus hij snijdt hem ja, in principe eigenlijk maar drie keer uit. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Want daar hebben we die vingermesjes voor, hè. Kijk, zie je, nu is hij dus echt gewoon twee keer door mijn stansmachine gegaan. En ik kan nog mijn mallentape van Studio Light eraf halen, als ik het goed doe. Zonder dat mijn papier, nou ja, een heel klein stukje beschadigt. Maar dat doe ik net met mijn vinger, dat doe ik zelf. En het mallentape van Studio Light, dat is een setje met drie rolletjes. Drie kleurtjes, de kleurtjes hebben geen functie. Kleurtjes zijn gewoon voor de leuk. En je doet er natuurlijk mega lang mee met drie van die rolletjes. Dus ik vind het echt een aanrader. Ik had altijd die witte rolletjes. Volgens mij waren die van Nelly Snelle of Nelly's Choice. En die beschadigen toch meer je papier als, als die van Studio Light. Dus mocht je mallentape aan willen schaffen, dan zal ik die van Studio Light adviseren. Maar ja, dat kan ik inderdaad ook doen. Dat is ook nog een idee. Maar dan ben ik dus bang dat als het iets verschuift, dat ik dan dus een hele lelijke rand heb, zeg maar. Wat je eventueel wel kan doen, want dat kan wel. Wacht even, dat kan ik wel even laten zien voor de mensen die niet zo van het snijden zijn. Want volgens mij heb ik dat ook de vorige keer gedaan. Even kijken hoor. Maar de kans dat het iets verschuift is gewoon groter. Kijk. Je kan ook zeggen, ik leg hem nog een keer erin. Ja, zo. Op deze manier. Dan pak je nog een keer je mallentape. Dus dat je hem niet aan de achterkant doet, maar dat je hem erin legt in het gedeelte wat je al uitgestanst hebt. Maar ik heb dat ook op die manier gedaan hoor. En zo. Kijk. Nu haalt hij hem er helemaal goed uit. Dat doe ik dan ook bij de andere. Dus leg je hem gewoon erin. Dus je draait hem niet om. Je legt hem erin waar je al eigenlijk de bloem uit hebt gehaald. Dat is wel belangrijk hoor, dat je dat doet. Want als je hem op de achterkant legt, dan heeft hij eigenlijk geen houvast. En dan heb je weer de kans dat hij verschuift. En dan, ja, dat is zonde, want dan zou je alles helemaal opnieuw moeten doen. Nou, deze vier bloemetjes die bewaar ik, want je weet nooit waar het nog leuk voor is. Kijk, zo, dan is die er ook uit. Dus nu zijn alle vier mijn bloemetjes eruit.
Ik heb deze in die kleine zakjes van MFT. Dat zijn de allerkleinste zakjes. En dan doe ik de stans en de blister. Die passen er precies samen in. Dus dan heb ik altijd mijn stans en mijn blisters bij elkaar. Nou, deze kan ik opzij leggen. Want ik ben nu een hele eind met snijden. En de slimlijn papiersetjes. Hè, die van Dutch Doop Doo hebben ondertussen zoveel van die papiersetjes. Die heb ik in deze ook in een zakje van My Favorite Things. En dat is de tall. Die is even, die is zeg maar net iets langer als de large. En we hebben ook de large. Dat is eigenlijk waar we volgens mij allemaal de stempeltjes en zo in doen. Dat zijn, dat is deze. Ja, kijk, zie je. Die is dan net even een centimeter of twee. Of is dit dezelfde? Even kijken hoor. Ja, dit is deze. Die had ik hier al voor gebruikt. Ik moet even naar de stempels. Dat is deze. Ja. De stempels. Dat is waar we de stempels in doen. Dat is de large. Die is dus net iets korter. Maar er is ook een setje. En dat, een pakje. En dat is tall. Die zijn net iets langer. En daar passen dus precies je slimline papiersetjes in. En ook dus je slimline stansjes. Super handig. Ja, Christine, ik kom daar nooit. En we zitten natuurlijk nu hier bij een live van Noor en niet bij Boekenvoordeel. Dus mocht je slimline papiersetjes of je slimline stansen en je slimline stempels op willen bergen, dan ik pak heel even de stempel. Die heb ik ook natuurlijk. Gewoon even een extra weetje. Kijk. Hup. Kijk eens, die passen dan perfect in deze mapjes. En dan schuiven ze ook niet zo heen en weer als in die andere mapjes waar we onze A5 paperpads in doen. Dus dit is de MFT zakjes en dan TALL. T-A-L-L. En het, is de, het nummer is 3002. Gewoon eventjes een tipje. Zo. Nou, nu hebben we de bloemen. Ik heb vier dingetjes Mika. En dan heb ik 1, 2, 3, 4 blisters. Even kijken. Dit gaat weer naar voren. En dan heb ik 4 zierrandjes als het goed is. Ja, 2 maal in het rood. En 2 maal in het geel. Ik bewaar dit altijd. Dat doe ik gewoon in mijn zakje bij mijn decempapier. Je weet nooit waar het nog eens leuk voor is om te gebruiken. Om de blisters vast te plakken gebruik ik tegenwoordig. Ik gebruik natuurlijk altijd de rode tacky tape. Maar we hebben nu ook in de winkel de blauwe tacky tape. En dat is de power tape. En die gebruik ik tegenwoordig voor de blisters vast te lijmen. Want die is nog sterker als de rode. En ja, die blisters, dat is natuurlijk toch wel een dingetje. Ja, want je moet hem natuurlijk ook nog eens rondomheen leggen. Het kan ook met lijm. Maar ik ben gewoon geen voorstander van om je blister met lijm aan je papier te plakken. Straks doe ik het. Ik vind het zelf fijner om het met tape te doen. Omdat ik dan gewoon zeker weet dat die goed vast blijft zitten. Ik hoor ook wel eens van mensen die het met lijm hebben gedaan. Dat het dan toch op de een of andere manier loslaat. En dat is natuurlijk zonde van al je werk. Dan pak ik mijn vouwbeen en dan duw ik mijn tape nog heel eventjes goed op mijn blistertje aan.
voordat ik hem eraf ga halen. Als je de 3 mm tape neemt, die kan je aardig rondleggen. Even kijken waar ik begonnen ben. Want daar wil ik hem dan weer loshalen. Dat zie ik niet. Dus dan pak ik heel even deze waxpen van Studio Light. Daar zit ook zo'n puntje aan. En dan wip ik hem gewoon omhoog. En dan heb ik hem eraf. Nou, dan pak ik mijn eerste bloemetje. En die duw ik gewoon weer aan op mijn papier. Dus echt gewoon zorg dat je een goede vouwbeen hebt. Zodat je echt je blister op je papier vast kan zetten. Met je vinger kan je er gewoon niet in die hoekjes. En je vinger is natuurlijk zacht. Dus als je duwt, heb je veel minder kracht als dat je met een vouwbeen gebruikt. Dit is nummer 1. Nou, zo gaan we alle 3 de blisters doen. En dan gaan we zo meteen die sierrandjes erop plakken. En dan gaan we ze leuk vullen. En daarna ga ik eigenlijk pas het doosje pimpen. Ik ga hem wel alvast in elkaar zetten. Omdat op mijn voorbeeld had ik de grasrand allemaal in stukjes geknipt. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo mooi. Dus ik ga hem er nu rondom omheen vouwen. Zo. Dus mocht je met de blisters werken, zowel van Studio Light of Marianne Design, dan zou ik de blauwe tacky tape, dus de power tape, willen aanraden. Die is van JJ, deze die wij hebben bij Noor. En even een goed vouwbeen. Ik heb hem nu van Fase Creatief. Die hebben wij niet meer. Ik geloof ook niet dat die er nog zijn. We hebben ze nu van X-Cut. Het is een setje met verschillende vouwbenen. Ik gebruik meestal de basis, dat is deze. Maar die zijn net zo goed als die van Fase. Dus dat maakt niet zo uit. Zo, nou die kan er ook uit. Dat is de tweede blister. En strak plak ik hier dus mica achter. Zodat je lekker er doorheen kan kijken en dan ook de paaseitjes ziet zitten. We gaan even kijken hoe ver we komen. Ik ga in ieder geval zorgen dat het doosje helemaal in elkaar zit. Kijk, qua pimpen moeten we even kijken hoe ver we qua tijd komen. Want ik weet natuurlijk, Jolanda zit hier nog achteraan. Kijk, deze komt zo meteen hier om. Deze komt dan hier om. En dan zo. Dan hebben we nog weer iets meer contrast op ons doosje. Ik vond als ik hier geel doe, vond ik een beetje... En dan hier weer rood. Vond ik dan weer een beetje saai. Zie je? Dus ik denk, ik doe het lekker om en om. Derde blister. Nee, Gerrie, ik doe geen lijm op mijn tape. Niet in dit geval, want dan gaat het dus weer glijden en dan blijft het weer niet goed vastzitten. Dat doe ik vaak wel als ik papieren zeg maar, op elkaar plak en ik gebruik even een stukje tape. Dan doe ik wel een beetje lijm, maar dat is dan puur dat ik het nog kan schuiven. En want als je met lijm werkt op papier, dat je papier op elkaar plakt... Met lijm, ja, dan zit je papier vast en dan kan je het vaak niet meer schuiven. Dus zit het dan scheef, ja, dan zit het scheef. En dan is het natuurlijk best wel zonde van je werk. Werk je hiermee met de blisters en de mica, dan zou ik er geen lijm tussen doen. Dan blijf je denk ik hetzelfde probleem houden als met wanneer je het met alleen lijm doet. En deze blisters, die passen natuurlijk precies
in de bloem, zeg maar, die ik net uitgestanst heb. Dus je hoeft ook niet echt te schuiven. Want het is echt gewoon op maat gemaakt. Zo. Nou, nummer 3. Ja, je moet natuurlijk nu wel drie blistertjes beplakken. En we moeten ook vier blistertjes beplakken. En we moeten er natuurlijk ook 4 vullen. Dus we hebben ons niet te vervelen. Ik vind het even makkelijker met deze. Zo. Echt het aanduwen van je papier op je blister, dat je lijm goed hecht, is echt wel essentieel hoor. Want anders dan schiet daar straks gewoon, schiet die los en dan ja, heb je de kans dat alles voor niks hebt gedaan. Nou, het laatste blistertje. Zo. Gewoon met je vingers je bloem volgen. Dus je tape met je ene hand. En dan doe je met je andere hand pak je. Ja, ik pak dan de wijsvinger. Duw ik meteen de tape op het blistertje. Dat die meteen gewoon goed. Dat je hem alvast wat aanduwt. Daarna even met je vouwbeen erlangs. Dat hij goed vast zit. Hij is hier een beetje te hoog, maar dat geeft niet. Dan trekken we hem gewoon even los. Oh. In dit geval gaat het niet helemaal lekker. Dat ga ik ook niet moeilijk doen. Dan ga ik gewoon even een nieuw stukje er rondomheen zetten. Ik heb hem gewoon niet goed aangeduwd. Dus dan trek ik ook meteen het tape weer mee los. Dus dan zie je maar hoe belangrijk het is dat je echt je tape goed aanduwt. Dit is natuurlijk best wel een. Kijk, heb je een vierkantje of een ovaal of een rondje? Het is natuurlijk veel makkelijker om te tapen als dit natuurlijk. Hè? Want dit is natuurlijk echt wel even een gepriegeltje om hem van tape te voorzien. Ja, dat is ook met de vlinder en de wolk. Het is echt wel iets meer gepriegel. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk die. Blisters in al die vormpjes. Zo, nou, nog even een nieuwe poging.
Zo. Nou, even kijken. Ik zat ook niet goed bij mijn beginpunt. Dat scheelt ook altijd. Voorzichtig eraf halen, dat we niet ons tape meteen meetrekken. Dat is allemaal zonde van het werk. Nou, dan is dit de laatste blister. Ik zal zo heel even kijken of ik geen vragen gemist heb. Ik was natuurlijk even gefocust. Ja, Grada, dat is toch ook niet... Ja, ik kan er wel... Dit is de smalste tape, Carine, 3 mm. Dankjewel, Astrid. Nee, Gerry, dit is de Box Art Henry. Dat is deze, dat is de nieuwste van Dutch Doobadoo. Het melkpak is de mal van Marianne Design. Dit is van Dutch Doobadoo en de Henry, Box Art Henry. Nou, ik ga wel even mijn blistertje schoonmaken. Zo, oh, een stukje keukenrol. Ik vind het altijd mooier om eventjes de boel op te poetsen. Kijk, lijmvlekken zitten er natuurlijk niet. Maar ja, soms zitten er toch een beetje vettige vlekken. En als je hem even goed schoonmaakt en even goed droogt. Sowieso is het mooier. Maar dan maak je hem ook meteen even wat stofvrij, vetvrij. En... ik gebruik altijd de Flower Pulse van Dress My Craft. En daardoor blijft ook het schutmateriaal gewoon minder plakken. Zowel aan je mica als aan je blisters. Die ga ik nu ook weer gebruiken. Ik ga nu de groene gebruiken. Ik heb alle kleurtjes. We hebben ze in het ivoorn, zwart, roze, groen, goud, blauw. Ook in het lila. Zo. Ik ga eerst even de randjes erop plakken. Begin ik met geel. Ik heb hier bij de paper pads. Dat rood komt uit de Love Shades van Studio Light. En die gele. Die komt uit de Vintage Florals. Dat zijn die A4 paper padjes van Studio Light. Ook aanduwen. Niet meteen wrijven als je dit erop plakt. Eerst echt gewoon even alleen maar duwen. Zo stipje per stipje, zeg maar. En daarna ga je hem pas even aan wrijven. Als je meteen gaat wrijven, dan verplaats je dus... verschuift eigenlijk die de rand weer. Tenminste, de kans is groter dat die dan verschuift. Dus ik doe altijd even aanduwen en daarna even rondom wrijven. Zo, nou, op de gele, dan doen we de rode op, hè. Ook zo meteen aan de bovenkant doe ik nog eventjes met mijn doekje schoonmaken. Je hebt wel een hoop werkruimte nodig hoor met dit doosje. Want anders dan... Zo, nou dan hebben we weer een rode. Dus daar gaat natuurlijk dan weer een gele op. Kijk. En deze past dus weer precies ook om die blister heen.
En doordat ik hem eerst aanduw, want je ziet het dat hij af en toe toch een beetje losspringt. Zo, nou, dan hebben we de rode nog en dan gaan we de bakjes zo even vullen met schutmateriaal. Doen ze lekker vol. Ik gebruik dus eigenlijk nu de bloemenblisters als bloem voor de card art flowers. Hè. We hebben die nieuwe card art van Dutch Doobadoo. Hè. Dat zijn die twee bloemen in twee verschillende maten. Als het goed is, ja. Kijk, de kleine en de grote. Daar gebruik ik dus nu de bladeren en de steel van. En de bloemen, die heb ik dus nu de blister. En ik heb dan de kleine blad en de kleine steel heb ik gebruikt. Zo. Even de bovenkant nog een beetje poetsen. Ik had net ergens een beetje lijm gekliederd. Daar zijn we er klaar voor. Ik heb vier stukjes mica gedaan. En de mica heb ik net ietsje smaller als het doosje gedaan. En het doosje is 7 centimeter. En de mica heb ik dan dus op 6,8 gedaan. Zodat die ook op mijn blister past. Zo. Nou, ik doe dan overal eventjes een beetje van die papieren bloemetjes in. Nou, hier kunnen er nog wel een paar bij, hè. Deze heeft een beetje weinig. Zie je hoe leuk dat schutmateriaal is... Wat gewoon bij die stans zit. Zo, nou. Oké, dat zijn mijn kleine bloemetjes. Dan heb ik het schutmateriaal van Dress My Craft. Dat zijn de flower pearls. Ik heb nu de groene genomen. En als je flower pearls groen neerzet, dan weten ze allemaal wat je bedoelt. Klein beetje doe ik erin. Zo. Oh, ik doe altijd een vochtig doekje en dan met... ja, ik heb wel altijd een goede kwaliteit keukenrol, hoor. Ik heb geen, niet die harde keukenrol, die goedkopere variant, zeg maar. Want dat scheelt wel natuurlijk. Nou, dan pak ik weer mijn schutmateriaal van Studio Light erbij. En nou, daar hebben we natuurlijk heel veel leuke soortjes in, hè. Ik doe even een paar hartjes in allemaal. Het schutmateriaal van Studio Light, dat heb ik in een opbergtreetje van Picket Fence staan. Nou, de hartjes die komen uit de Love Language, dat is de nummer 5. Dan hebben we ook nog een paar leuke bloemetjes. Er horen natuurlijk wel bloemetjes in bloemetjes. Zo. Dan doen we even wat rode sprinkeltjes. Die zitten ook in de 05. Dus dan pak ik even de 05. Dat is de Love Language.
Ik maak altijd graag zelf mijn mixjes. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Je hebt natuurlijk ook wel kant-en-klare mixen die te koop zijn, hè. Ik kan die even meteen apart leggen, want dan kan ik ze straks opschrijven. Dan heb ik nog wat geel nodig. Nou, de nummers, hè. De nummers, Gerry, daar heb ik een trucje voor, hoor. Ik weet de nummers niet uit mijn hoofd. Kijk wat ik gedaan heb. Ik heb op de dopjes heb ik het nummer gezet van de mix. En elk artikel van Studio Light heeft natuurlijk een nummer. En het is dan SL en nou, dan komt er nog iets. En dan is het Shake 01, Shake 02, Shake 03. Dus ik heb op de dopjes de 03 gezet. Dus dan weet ik dat dit uit de set 03 komt. En sommige, ja, dan weet ik uit er inderdaad wel de namen, omdat ik die dan dus heel veel gebruik. Dat is eigenlijk de reden dat ik de namen weet, want anders had ik ook de namen niet geweten, hoor. Ik neem nog wat groen. Even kijken, waar heb ik nou mijn gele gedaan? Ik heb mijn gele weer opgeborgen. Die moet ik straks nog even op het blog erbij zetten. Ja, ik hou van volle blisters, hoor. Weet je, en er komt geen plaatje achter, hè. Het is een doorkijkblister, hè. Ik vind wel, als je er een plaatje achter doet, dan moet je hem niet zo vol doen, want dan zie je het plaatje niet meer. Dus dat is wel afhankelijk. Ria, nou, dat valt wel mee, hoor. Ik ben gewoon heel geordend. Ik hou gewoon altijd, alles moet bij mij op orde zijn. Alles ligt in mapjes en bakjes en bij elkaar en qua merk en qua soort. Dat is gewoon ja, hoe ik ben, zeg maar. Dus dat is echt wel een dingetje. Even kijken, want we hebben natuurlijk ook nog die hele leuke bloemetjes van Studio Light. Dat is die nieuwe set. Dat is de 10. Even kijken, een iets grotere maat moet ik hebben. Deze maat. Die is ook heel leuk. Dat zijn die sequins, die een beetje die transparante. Die zijn ook heel leuk. Dan krijg je nog een klein beetje een schittering in je blistertje. Als het licht er zeg maar opvalt. Zie je, die neemt een beetje de kleur aan van je schutmateriaal. Het is parelmoer. Zo, dus die doe ik er ook nog even bij. Nou, dan had ik 4 stukjes mica ergens neergelegd. Dat is hier. Mijn mica, kijk, ik heb natuurlijk mijn bakjes nu gevuld. Als ik nu natuurlijk nog tape op mijn bakjes ga plakken, daar, dan vliegt mijn schutmateriaal natuurlijk alle kanten op. Hè, want dat is gewoon zo. Dus wat doe ik met mijn mica? Die plak ik wel op. Met lijm, maar... Maak hem ook even goed schoon. Daarvoor gebruik ik de Tacky Glue van Studio Light. De Tacky Glue van Studio Light is een wat dikkere lijm. Waardoor die wat sneller hecht. En die doen we dan rondom de bloem. Maar wel op je blister. Ik zou het niet doen om je blister vast te plakken. Want dat gaat niet helemaal goed komen. Maar je kan het wel op deze manier doen. Even ook met je vouwbeen weer aanduwen. Je moet het wel even goed laten drogen straks. En zo ga ik gewoon alle 4 mijn blistertjes van Mica voorzien. Eerst even de binnenkant schoonmaken. Dan de Tacky Glue erop. En zorg ook echt dat er rondom lijm zit, hè. Want anders dan schiet je schutmateriaal er alsnog doorheen. En blijf ook binnen je rillijnen. Oh, ik zit volgens mij af en toe met mijn haren... in beeld.
Ik duw hem dan ook even met mijn vouwbeen een beetje aan. Dan kan hij goed hechten. Dan ga ik zo meteen, ik laat dus zeg maar mijn doosje heel even liggen zo meteen. En dan ga ik even mijn blaadjes een beetje beïnkten. En mijn stammetje. Zo. En ik denk, ik doe even Mika voor Mika stukje, want anders weet ik niet meer welke kant ik schoongemaakt heb. En ik wil natuurlijk de schoongemaakte kant, die wil ik naar binnen toe plakken. Dus als je het wil lijmen, zeg maar als je die Mika erop lijmt, gebruik dan de Tacky Clue van Studio Light. Die is net even iets dikkere lijm, waardoor die wat steviger vasthoudt. Zo. Nou, we leggen hem opzij heel eventjes. Dus ik leg hem nu naast me neer. En dan heb ik natuurlijk allerlei blaadjes en stammetjes en noem het maar op. Als het goed is moet ik alles 4 keer hebben. Als het goed is. Maar volgens mij ben ik 2 van die kleine streepjes vergeten. Bloemetjes. Die heb ik nog nodig. En dat heb ik nog nodig. Dan had ik als inkt even de Grasshopper genomen. En we nemen even een blendingborsteltje. Ria, ik doe het de laatste tijd eigenlijk elke keer. Het was eigenlijk puur uit toeval dat ik die Tacky Clue had gepakt. Alle 3 mijn lijmpennen waren gewoon leeg. Ik denk nou, en ik had geen zin om te vullen. Ik denk, ik pak die Tacky Clue even. Die staat hier toch ook nog. Dus vandaar dat ik dacht, ik pak die maar eventjes en dan vul ik straks mijn lijmpennen wel als ik klaar ben. En toen kwam ik er dus achter dat die eigenlijk sneller hecht als de Dutch Doobadoo lijm. Ja, ik ben altijd al zo geweest eigenlijk dat ik alles op orde wilde hebben en alles gewoon... keurig netjes. Kijk, dat groen komt uit het nieuwste peperpetje Bohemian. Dat zijn deze 2, de donkere en de lichte. Die matchen hartstikke mooi bij elkaar. En ik vind het ook hele mooie kleuren om als blad en gras en zo te gebruiken. Het enige nadeel is er zitten 4 blaadjes in. En als je dus zo'n project als dit maakt, ja, dan schiet het natuurlijk al erg op. Ik moet nog even 2 steeltjes uitsnijden. Die zijn wel heel smal, dat is maar 4 mm. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Even kijken hoor, en dan was het 10,1 als ik het goed had. Zo, dat is nog eentje. En dan moet ik er hier nog één hebben. Ik had dit niet zo handig gedaan volgens mij. Pak ik gewoon even een stukje tape.
Dan plak ik hem gewoon even vast. Zo. Dat is 1. En nog even 1 keer opnieuw doen. Zo. En dat is 2. Die kan weer terug in mijn blokje. Nou, dan begin ik even met de grote bladeren. Kijk, in de tussentijd kan mijn doosje even dozen met het drogen met het schutmateriaal. Ik heb dus de donkere kleur voor de buitenkant genomen. En ik pak heel even de grasshopper, want die is wat minder donker. En dan krijg ik iets minder contrast. Ik wil wel contrast hebben, maar niet te donker. Want dat vind ik niet mooi, omdat die piertjes zo licht zijn. En dan doe ik eigenlijk alleen een beetje rondom de randjes. Dus ik ga niet mijn hele papieren beïnkten. Gewoon zo een beetje rond de randjes. Dat je wat meer contrast krijgt op je blad. En dan maak je het een beetje levendiger, zeg maar. Dat is nummer 2. Het is niet zo, het wordt niet zo heel donker. Mijn blad maak ik gewoon zo meteen weer schoon met een vochtig doekje. En een stukje keukenrol. Ik leg die toch nog naast me. Dat is nummer 3. De borsteltjes dat ik heb, dat is het setje van 30 mm. Die vind ik zelf eigenlijk een hele fijne maat, de 20 of de 30 mm. Dus die gebruik ik het meest, moet ik zeggen. Ik heb alle 4 de maten hoor. Ik heb ook de 40 en de 10 mm. 10 mm wil ik nog wel eens pakken voor hele kleine friemeltjes. Ja, als je bijvoorbeeld op met een mask of met een build-up werkt en je wil iets een accentje geven, dan pak ik nog wel eens die 10 mm, maar eigenlijk gebruik ik 40 of 30 en 20 het meest. Dus mocht je de blending brushes willen aanschaffen, dan zou ik je adviseren om te beginnen met de 20 en de 30. Dit is het lichtere blad, dat komt zo meteen op mijn donkere gedeelte. Dat doe ik dan dus ook beïnkten, want kijk, dan krijg ik gewoon meteen een mooie geheel. Hij moet wel aan de andere kant, want ik leg hem nu op de verkeerde. Kijk, ik had wel gezien dat zowel Antoinette als Christa hadden ook helemaal nerfjes en zo in de bloemblaadjes getekend. En met de Signo en met de blackliners. Ik vind het altijd een beetje moeilijk, dus dat is gewoon niet zo mijn ding. Ik doe het gewoon altijd op deze manier. En ook dan vind ik het een heel leuk effect geven. Dus het is maar net wat je gewoon leuk vindt om te doen. En ook wat je kan en wat je mooi vindt. We hebben natuurlijk bij Noor natuurlijk wel die leuke workshops, hè, van de build-ups met Christa en Ria. Dus mocht je wel heel graag willen leren om die gezichtjes en zo te tekenen als hoe Christa en Ria en Antoinette dat doen. Dan zijn die workshops echt een aanrader. Het is ook zo dat ze zijn er al meerdere geweest. En ze gaan er ook elke keer met een andere build-up werken. Dus het is niet zo dat
Stel je voor, je hebt hem één keer gehad en je zegt van ja, ik wil eigenlijk nog wel een keer. Dan krijg je een andere, werk je met een andere build-up als met de vorige, als de vorige keer. Dus dan leer je ook echt helemaal weer andere dingetjes. Zo. Dat is het laatste blad. Nou, dan hebben we natuurlijk die vier steeltjes nog. Nou, daar ga ik gewoon even zo overheen. Want ja, dat is niet te doen om daar natuurlijk een randje van te beinkten. Dat is natuurlijk zo smal. Maar ik wil wel dat het ook beinkt is. Anders dan vind ik het er niet zo heel mooi uitzien. Als het een wel beinkt is en het ander niet. Ik had nu in dit geval natuurlijk mijn dessinpapier niet beinkt. Maar dat kan je natuurlijk wel doen, hè, als je dat mooi vindt. Zo, nou, dat is het voordeel van mijn glasplaat. Ik maak hem meteen even schoon. En droog. En dan kan ik gewoon weer lekker met het volgende aan de gang. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem pas een paar weken. Twee weken of twee, denk ik. Ik wilde hem eerst niet. Want ik denk, ja, ik heb zoveel platen, weer een plaat erbij. Maar op een gegeven moment was ik het zo zat om elke keer van plaat te verwisselen. Want dan had ik de magneetmat nodig. Dan had ik de glazen plaat nodig. Dan had ik die roze weer nodig. Dus ik werd helemaal niet goed van dat gewissel de hele tijd. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga mezelf trakteren op een glazen mat. Kijk. Deze, die gaan we nu hier opplakken. Net als de steeltjes. Steeltjes zijn iets te lang, denk ik. Maar dan knippen we er wel weer af. Nee, Ria, die glasplaat is zo fijn, hè? Ja, de workshops zijn super, hè, Trudy? Ja, ik heb hem echt een week of twee, denk ik. Nou, volgens mij. Ja, twee weken geleden heb ik hem meegenomen. Dus het is echt, ik had het gewoon echt al veel eerder moeten doen. Maar ja, dat is dan weer de zuinigheid, hè. Dan denk je, ja, ik heb gewoon materiaal. Waarom? Ik heb een plaat, zeg maar. Ik heb een mat. Dus waarom moet ik er nog één aanschaffen? Dat is eigenlijk meer de reden waarom ik hem nooit heb aangeschaft. Dus helemaal geen, ja. Niet omdat ik het niet wilde, maar echt puur uit zuinigheid. Kijk, die gaan we opplakken. Dat cardstock uit die nieuwe peperpetjes van Studio Light is 250 gram. Dus het is ook een stuk dikker. Waardoor je dus ook heel leuk het kan gebruiken voor kaartmodelletjes. Hè? Want ja, dan is dat 170 gram is dan toch even te dun. En met die 250, hè, dat is ook wat we natuurlijk van Bella Lulu hebben. Dan kan je net eventjes, heb je net wat stevigere kaarten. Zo, nou die plakken we ook in het midden. Gaan we weer even op zoek. Ik heb ze ook tegenstrijders gedaan, zeg maar. Dat zie je, hè. Ik heb twee linksom gedaan en twee rechtsom gedaan. Ook dat is een bewuste keuze. Ik zie dat ik één blad vergeten ben. Er zit er nog een beetje inkt aan, dus nou, niet heel veel. Dus ik ga eventjes een klein beetje en zo. Nou, dit gaat pakt niet. Ik vind het toch altijd lekkerder om het even zo te doen. Pakt hij toch beter. Kijk, zie je? Krijg ik meteen veel meer inkt. Huppakee. Nou ja, dan moeten we wel weer een doekje pakken. Maar ik heb ook altijd van deze naast me liggen. Dat zijn van die microvezeldoekjes. Dat is gewoon zo'n setje die ik speciaal heb aangeschaft. Voor hier, voor in mijn hobbykamer. En die gaan dan gewoon eens in de zoveel tijd even in de was. En dan zijn ze weer fris en fruitig.
Volgens mij moet hij het zo weer doen. Ik stond even stil, zag ik. Ik heb een heel groot beeld, hè? Zien jullie nog wat? Ja. Nou, mijn beeld is een vergroot. Ik heb geen idee hoe dat kan. Ik ga zomaar even laten zien hoe ik het doosje in elkaar vouw. Want ik zie dat het gewoon al 11:55 is. Het is heel apart. Ik heb geen idee wat er gebeurd is. Waarom die in ene... Nee, dat is het geluid. Dus dat is het niet. Nou, ik ben weer terug. Ik zie dat het gewoon al 11:55 is. Echt ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. Ja, ik had geen idee. Ik heb geen idee wat er gebeurd is. Nou weet ik wel dat... Sikko hier aan de gang is. En ik denk dat dat het is geweest. Dus dat ik heel even eraf gegooid ben. Zo. Nou, nu doe ik er dus wel een beetje lijm op. Omdat ik deze natuurlijk helemaal recht wil hebben. Ja, want ik wil dat die aansluit. Oh, er heeft iets niet helemaal gepakt, jongens. Oké. Eén doosje heeft hij niet, Mika-stukje heeft hij niet gepakt. Alles heeft hij heel mooi gepakt. Maar eentje niet. Nou is het niet zo'n ramp, want we kunnen het nog. Ik dacht dat hij hem allemaal heel mooi had... Gaan we nog één keer proberen. Dan schuif ik hem ietsje verder af. Dan kan ik hem straks gewoon weer even rond leggen. Nou. Nou, Jolanda is natuurlijk zometeen, want die zit al met smart te wachten volgens mij voor de tikkie, voor de live. Dus ik moet wel af gaan haken. Want Jolanda die zit achter me aan te hijgen. Ik ga hem even verder afmaken en dan ga ik hem ook straks pimpen. En dan zet ik hem op de foto. Mochten er toch vragen zijn over hoe je hem in elkaar zet... Dan hoor ik dat graag. Stuur me maar gewoon een pb'tje. Veel plezier bij Jolanda. En straks om 1 uur bij Nathalie. En vanavond om 7 uur nog bij Antoinette. We hebben een hoop leuke lives vandaag. Ik zie jullie gauw weer.